halen. Jaag daar die record van 13-7-0 en 13-7-1 die binnenbaan. Die loting sê dis Lucas Botha, maar is Nardus Swart van die gevangenisdienst. In die tweede baan is het Francis T van NKP. Die derde baan behoort aan Johan Germishuys van die Vrystaatsuniversiteit, Usher Bell van NKP, Wessel Bosman, een van die gunstelingen in baan 5. Baan 6, Wimpie Nel, baan 7, Kobus Schoeman en baan 8, Freddie van Rensburg. Gaan het Bosman wees of gaan dit Schoeman wees? Hou gerust voor Wessel Bosman dop, hy gaan eerste bij die eerste hekie wees. Ook reeds 30 jaar oud. Oh, Bosman het baie vinnig weggespring. Wessel Bosman is baie goed keer die eerste hekie. Wessel Bosman is voor met Kobus Schoeman in die tweede plek. Freddie van Rensburg wat derde hartlik met Johan Germishuys en Nardus Swart en is Wessel Bosman en Kobus Schoeman. Doet gelijk, die tweede laatste stellekies. Ons dan moet kijken, is Kobus Schoeman wat hier die wedloop ben met Wessel Bosman in die tweede plek. Nardus Swart wat derde geëindig het in die vierde plek. Was het Usher Bell en in die vijfde plek is het Johan Germishuys met Freddie van Rensburg van Normaal College 6. Ons kijk net weer na hier die prachtige... Ja, die zoveelste keer onder 14 sekondes. 400ste van een seconde tussen hulle, maar Kobus Schoeman vanavond die winnaar.